4 foto's en een fotoproject. Wat op deze zaterdagmiddag eigenlijk van start gaat in Helmond. 2 sporters. 2 mensen die in de politiek het een en ander betekend hebben. En dan ja, een fotoproject van Peter Vermeulen en Paul van der Maat. En Wim Rijmakers als voorzitter van ja, deze commissie. Toch wel weer trots dat we iets moois hebben kunnen fabriceren. Ja, we zijn er inderdaad heel trots op. We zijn sowieso als stichting heel trots dat we op heel veel plekken in de stad echt de zaak kunnen verlevendigen met onze galerieën. En we zijn al langer bezig geweest met de uitbreiding van de topsporters. Alleen we kwamen toen met het probleem in aanraking dat er geen plek meer was in de Kamstraat. Dus zo kregen we een soort domino effect van een aantal dingen tegelijkertijd. De expositie die we hier hadden, die had ook zijn langste tijd gehad. Dus daar moesten we iets nieuws voor bedenken. En we hadden een verzoek gekregen om Jan van der Meulenhof ook als markante Helmonder toe te voegen. En we hebben het zo georganiseerd dat we vanmiddag alle 3 de losse elementen achter elkaar hebben aandacht kunnen geven met onthullingen. En ik vond het heel fijn ook met veel publiek dat te kunnen doen. Dus we hebben eerst de topsporters, Amy en Bob, hun prachtige foto's laten onthullen in de Kamstraat. We hebben deze week alle markante Helmonders verhuisd van de Kamstraat naar aan weerszijden van het kanaal. En daar hangt ook de nieuwe plaat van Jan van der Meulenhof en Jan Bungeners. 2 voorvechters voor het Helmond van de vorige eeuw. Die mooi met elkaar gewoon naar het kanaal kijken en naar de stad. En daar ook hebben we een mooi verhaal gehoord van Bart van der Einde. Voormalige CPN'er die het verzoek had gedaan om Jan van der Meulenhof ook in die serie op te nemen. Dus daar hebben we aan gevolg gegeven. En wat deze serie betreft, ik ken Paul de Maat al langer. En die klaagt ook wel eens van, god, we hebben zoveel leuke dingen. En we krijgen helemaal heel moeilijk dat op zijn plek hier in het Helmondse. Als duo, kunstenaarsduo. En nou, ik was op een expositie waar ik al hun foto's van het fotoproject zag. Ik denk, nou, daar gaan we iets aan doen. Dus zodoende hebben we gevraagd of zij die foto's wilden selecteren. En dat we ook vanmiddag die hele serie hier konden onthullen. En ja, het is een hele bijzondere serie die hopelijk heel veel belangstelling krijgt. Moet je dan aan bepaalde criteria voldoen? Als het gaat om de topsporters wel. Daar hebben we een aparte commissie voor. Die dat beoordeelt. Je moet in ieder geval in jouw sport, dat moet wel een bekende sport zijn, moet je een hele bekende zijn geweest en ook internationale successen behaald hebben. Maar ook verknocht zijn aan Helmond. We gaan hier geen topsporters ophangen die naar elders verhuizen. Wat de markante Helmonders betreft, dat is gewoon heel lastig. Daar hebben we geen echte criteria voor. Is het vingerspitsengevoel van het bestuur, zeg maar, van de openluchtgalerie. Dus eigenlijk binnenkort Addy Kleingeld bijvoorbeeld, dan zou dat er kunnen komen hangen? Nog sterker zelfs, die hangt er samen met Arie Willems ook. Het waren geen 2 vrienden, maar op accordeonist gebied wereldprestatie. En die hebben ook in 1 vitrine verenigd. Kun je dan de hulp van inwoners van Helmond gebruiken die mensen, markante Helmonders eigenlijk, aangeven bij jullie? Iedereen die vindt dat er nog een markante Helmonder ontbreekt, moet wel overleden zijn, die kan dat bij ons een voorstel doen via ons e-mailadres van de Stichting Openluchtgalerie Helmond. En dan gaat het bestuur beoordelen wel of niet. We hebben al een aantal aanvragen gekregen waarvan we hebben gezegd dat is het net niet. En dan moeten we met name de familie als die dat aanvraagt, moeten we dan teleurstellen.